Aaron, gefeliciteerd. Hoe lekker is deze overwinning? Ja, dat weet je wel. Het is heerlijk. Ik bedoel, we hadden het ook wel voor nodig, moet ik zeggen. Maar nu gaan we weer over Twente heen. En ja, ik denk dat knappe prestatie gezien wat Twente de laatste weken flikt. Ja, en hoe lekker is het dan dat je gelijk in de tweede minuut al voorsprong komt? Ja, is natuurlijk. Ja, dat geeft wel een kleine boost. En ik moet zeggen, eerste helft echt goed gespeeld voor mijn gevoel. Tweede helft zak ik op een gegeven moment wel terug naar die 2-0. En dan Twente gaat wat opportunistisch spelen. Dat is wat lastiger. Dan moet je hopen dat die keer in de counter goed valt. En ja, die 2-0 komt, die 2-1 die komt eigenlijk een beetje kloten ook zo nog 10 minuten spelen. Maar goed, ik denk dat we dat goed volgehouden hebben. Dus een prima overwinning. Ja, en ondanks de wijziging in het team leek het toch alsof jullie al heel erg bekend met elkaar waren in deze formatie. Ja, ik moet zeggen. Ja, compliment aan iedereen. Ik bedoel, hoe we gespeeld hebben. Eerste helft vooral namelijk. Wat je zegt, formatie die we niet zo vaak geoefend hebben nog. Dus ja, dan zie je dat we toch wel een brede selectie hebben uiteindelijk. Was het voor jou een verrassing, deze formatie? Ja, ik moet zeggen, ik wist het ook nog niet helemaal. We hebben wel wat varianten geoefend op de training. Maar ja, er waren weer wat onzekerheden ook nog vlak voor de wedstrijd. Dus uiteindelijk is dit uit de koker komen rollen. En ik denk dat het goed gewerkt heeft.